Hartelijk welkom bij dit keer een video over lasergraveren. In mijn vorige video, die ging over 3D printen, heb ik een tegelhouder geprint waarin je tegels tentoon kunt stellen. En ik gaf toen al aan dat ik al eens een keer een video gemaakt had waarbij je op tegels kon laseren en vervolgens met poedercoatpoeder dat kon afwerken. Later realiseerde ik mij dat de video waaraan ik refereerde, waarin ik ook een link in die video heb staan, daar maakte ik gebruik van een speciaal soort tegels. Tegels die gebruikt worden in de sublimatietechnologie. De hobby sublimatieprinten. Dat is een ander soort tegel, want die tegel kan ik laseren zonder dat ik het voorbewerk. Normaal, de tegels die ik gebruik, die ik koop overigens bij de Gamma, het zijn gewoon witte glanzende tegels. De meest goedkope tegel die je kunt krijgen van badkamer. En die tegels moet ik voorbewerken. En wat ik vandaag dus ga laten zien, want ik wil dat uiteindelijk toch ook goed laten zien. Ik ga een video maken van de glanzend witte tegels die ik bij de Gamma koop. Dat zijn de goedkoopste tegels die je daar kunt krijgen. Ik geloof 7,5 euro, 44 stuks of zoiets. Nou, dat is geen geld. Die tegels, die moet je eerst, want dat heb ik al gedaan, dus dat kan ik niet laten zien. Die moet je eerst met een witte hoogglanslak bespuiten. En dat doe je over het algemeen één keer van boven naar beneden. En één keer van links naar rechts. En dan heb je een goede dekkende laag op zo'n tegel zitten. Als we daar dan mee klaar zijn met dat schilderen en het is droog, dan kunnen we het laseren. En dat gaan we zo meteen zien. Daarna, dat kan ik je alvast vertellen, moeten we die tegel gaan schoonmaken. En dat doen we met aceton. We moeten die verf eraf halen. En wat je overhoudt is een wat... Het is in elk geval een grijze, zwartkleurige afdruk. Beetje bleek van kleur. Maar daar komt nou eenmaal straks die poedercoatpoeder om de hoek kijken. Dus als we die tegel schoongemaakt hebben, dan hebben we de afdruk erin. Dan moet die tegel op exact dezelfde plek worden gelegd op je laser. Dat is heel belangrijk. Ik gebruik daar een van hout gemaakte winkelhaak voor, die ik zeg maar echt 100% op dezelfde plek laat liggen. Dan smeer ik de tegel in dus met poedercoatpoeder, in dit geval donkergrijs met wat glitters erin. En dan ga ik het geheel opnieuw laseren. En dat zal dan, als je daar klaar mee bent en je verwijdert de resterende poeder, want je hebt poeder over de tegel gesmeerd en er zullen delen zijn die niet gelaserd zijn vanwege de afbeelding, dan moet er uiteindelijk een hele mooie afbeelding overblijven. Nou, dat procedé, dat wil ik je gaan laten zien in deze video. Ik wens je alvast heel veel plezier daarmee. En nou, tot zometeen. Nou, we gaan dit laseren met Air Assist On. Tenminste de eerste keer, oppassen de tweede keer als je het met de poedercoatpoeder doet, dat je dan niet je air assist aan mag hebben, want dan wordt de poeder weggeblazen. Normaal doe ik het in een lijnafbeelding of een veel afbeelding, maar nu doe ik echt de afbeelding zelf, 1000 mm per minuut en 85% power. Er zit ook nog een heel klein stukje fill in zoals je ziet en dat is het logootje rechts onderin. Met deze settings ga ik het dus laseren. Ik ga hem laten starten. Nou, hier zien we het laserproces van de geschilderde tegel. En dat ziet er eigenlijk al best indrukwekkend uit. Ik hoop dat het zo blijft. Zodra als dit klaar is, gaan we kijken dat we die tegel dus gaan schoonmaken met aceton. Je ziet ook die witte winkelhaak liggen. Dat is de hoek waarin ik hem leg. En als ik hem er straks afhaal, dan hou ik eerst met twee of met één hand heel strak die winkelhoek vast, zodat we straks die tegel op exact dezelfde plek kunnen leggen, want dat is dus heel erg belangrijk. En nogmaals, als we met poedercoat gaan werken, dan gaat de Air Assist uit. Oké, hij is klaar. Althans de eerste versie. We gaan nu de verf verwijderen. Ondertussen haal ik alvast de stekker van de Air Assist eruit, want die mag ik absoluut niet aan hebben zometeen. Ik ga met één hand deze hoek vasthouden en dan ga ik hem eruit halen en dan gaan we naar boven, gaan we hem schoonmaken. Zo, het schoonmaken van de tegel met aceton. We spuiten hem in met aceton. Ondertussen pak ik er een doekje bij en ga ik rustig aan
dat schoonmaken, als je daarmee bezig bent, dan zie je, ziet eigenlijk gewoon al het wit eraf komen. Maar dat heeft natuurlijk ook invloed op de afbeelding. Dus we moeten het ook een paar keer inspuiten. Als je slim bent, doe je hierbij een mondkapje op. Dat kan je niet zien, maar dat heb ik ook. Proberen alle verf te verwijderen, want zodra als er poedercoatpoeder op zit, gaan we er niet meer overheen met een doekje of met iets van aceton. Nou, dat schoonmaken, dat kun je wel geloven verder. Zometeen gaan we verder met de poedercoatpoeder. Het eindresultaat als we zeg maar nog voor het poedercoaten. We zien dat het iets wat bleek is. Het is al wel een hele mooie afdruk, maar we willen dit dus nog mooier maken en dat gaan we doen met die poedercoatpoeder. We gaan weer naar de omgeving van de laser. Voor het werken met de poedercoatpoeder hebben we nodig een soort creditkaartachtig kaartje en natuurlijk de poedercoatpoeder. En die ga ik aanbrengen over de afbeelding. Dus ik doe flink veel op de afbeelding. Dat gaan we niet allemaal gebruiken, geen zorg. Maar we gaan dat met het kaartje er keurig overheen verdelen, zodat elk stukje wat gelezen moet worden ook voorzien wordt van poeder. En geen zorg, want die poeder die overschiet, die gaan we echt niet weggooien. Wees je niet bang, wees niet bang. Gaan we zeker niet doen. Nou, normaal moet ik er eigenlijk twee keer overheen, maar dat hoeft nu niet, want we hebben de hele zaak al ingevuld, als het ware. We gaan alleen wel een beetje het grootste gedeelte van het residu eraf vegen. En zorgen dat het enigszins egaal verdeeld is. Ik zal nog een keertje een heel klein beetje eroverheen gaan. Zodat we zeker weten dat we een goede afdruk gaan krijgen. Oké, en dit is voldoende. Ik heb het bewust op een stukje papier gedaan, zodat ik de poedercoatpoeder kan zeven. Dat mogen duidelijk zijn. Ik ga daar nu de plaat afhalen en die gaat terug op de laser. Nou, op de laser hebben we er natuurlijk voor gezorgd dat de tegel op exact dezelfde plek ligt als dat hij in het stukje hiervoor loopt. Dus daarvoor hebben we dus die witte hoek gebruikt die daar ligt. Het geluid wat je nu hoort is de afzuiging, dat is prima. Maar er is geen air assist meer aan. En, heel belangrijk, hebben de settings iets veranderd. De settings namelijk nu zijn 1200 mm per minuut en 15% power. Dat is voldoende voor die poedercoatpoeder. Nou, we gaan dit opnieuw aanzetten en we gaan kijken wat straks het eindresultaat is nadat die gelezen is met de powdercoatpoeder. Nou, ook even een klein stukje video van het moment dat hij aan het lezen is terwijl de powdercoatpoeder erop ligt. Grappig is dat je eigenlijk niks ziet. Ja? Je ziet hier geen verschil aan. Dat gaan we straks pas zien wanneer we het restant van de powdercoatpoeder er met een kwastje van af gaan halen. Want dan moet de afdruk er beter uitkomen. Maar dit dus is het lezen van het moment dat hij met powdercoatpoeder bezig is. Nou, het eindresultaat na het lezen. Je ziet, ik heb de kwast er al opgelegd. En met die kwast ga ik nu buiten het restant van de powdercoatpoeder, van het poedercoatpoeder, ga ik eraf borstelen. En dan zouden we het eindresultaat moeten zien. En voilà, het eindresultaat. En zoals je kunt zien, dat mag er wezen. Absoluut heel fraai geworden. Het is een afbeelding van het admiraliteitsschip van Holland. Het schip van Maarten Tromp, de Amelia. Amelia zelfs, moet ik zeggen. Een mooie oude gravure. Oké, ik hoop dat je het leuk vond. Dit is dus de methode van hoe je een glanzende tegel kunt laseren en vervolgens met poedercoat nog wat meer eruit kunt laten springen. Dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Daag.